Hey, what's Gucci? Het is Japan en Steven Vechten en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Oké, voordat we beginnen met de video heb ik echt heel bijzonder nieuws. Dit moet even van mijn chest af. Het is super erg. Abonneer op mijn kanaal. Oké, welkom bij de video 10 dingen dat alle jongens doen bij quarantaine. Doe jij dit ook, zorg dan zeker voor dat je even abonneert en even liked hier beneden. En dan gaan we nu beginnen met de pannengang. Ben je van de pannengang? Laat even achter in de reacties van... Steven, je muziek is slecht. Dank je. Oké, nummer 1 wat elke jongen doet, en dit is gewoon heel standaard, het is gamen. Elke jongen gamet gewoon, want waarom zouden we niet gamen? We hebben super veel tijd en gamen is leuk. Hey gast, blijf van mijn spullen af! Ja, kijk, ik heb al je spullen vanuit. Nou. Als ik jou tegenkom in het echt, hè. Ha! Je moet eens weten, ik... I'll whoop your ass, boy! Als je in Groningen komt, jongen, ik kom met mijn trekker, vriend, en... We rijden over jou heen. Hoezo, ik neem dit spel te serieus? Dit spel is mijn leven, dit spel is mijn alles. Maar ja, we gamen. Elke jongen gamet. Oké, wat iedereen ook wel heeft gedaan is TikTok downloaden. Dus heb jij TikTok? Volg mij even op TikTok, dat zou... Pretty nice, hè? Dat zou ik wel leuk vinden. Auwe. Oké, auwe. Ja, we doen TikTok. Ja. Yeah. Oké, andere wat we doen is we facetimen met de boys. We gaan gewoon met de boys facetimen, want we missen elkaar en... Ik mis mijn vrienden. En ik wil gewoon met mijn vrienden kunnen chillen en zo, maar... Ja. En het gaat mensen op deze manier. Met jou? Ja, gaat wel goed met jou? Ja, met mij gaat het ook wel lekker hoor. Kom, zo'n potje? Ja, ik kan zo'n potje. Ik heb nu nog... Dat is wel lachen, nog niet zoveel tijd. Dat is wel leuk, hè? Dat kan wel. Dit is mijn pad, ik heb het nieuw. Ja, dacht ik. Ik denk wat de meeste mensen dus ook nu doen, de meeste jongens, is ze zijn nu juist weer begonnen met sporten. Gewoon thuis sporten, gewoon even een workoutje. Even een snelle workout, omdat je, ja, je verveelt je, dus je denkt van, yo. Ik ga even met trainen, ik ga even mijn spieren trainen. En dan kan ik weer op de platteland de queen verplaatsen. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage, oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy. Yeah. Door alle rust wat wij jongens nu hebben, door alle tijd wat we voor onszelf hebben. En dit is echt bijzonder, dit heeft elke jongen. Dit is geen bullshit, dit is echt waar. Dan krijg je gewoon superkrachten. Oké, let op. Nummer 6 is Netflix. Welke film ga ik kijken vandaag? Deze heb ik al gezien. Deze heb ik al gezien. Nummer 7 is, we gaan onze ouders irriteren. Volgens mij wordt iedereen heel irritant nu. Dus ja, irriteren onze ouders is ook meestal wel leuk. Even nice. Nummer 8 is, we douchen. Gewoon als een normaal persoon, gewoon zoals deze manier, we douchen gewoon. Oh wow. I know you love me. I know you care. Oké, iets anders wat we doen is we liggen ook de hele tijd in bed. En dan doen we dit. Yeah. Wist wat ik dit potje kon winnen? Easy. Niet iets geks of zo. Het is gewoon best wel normaal. Het is gewoon, ja. Gewoon gamen weer. We gamen gewoon weer in bed. Oké, en als allerlaatste, we missen onze vriendinnetjes. Als die niet schattig was, dan weet ik het ook niet. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even liked en abonneert. En delen met je vrienden, dat zou super zijn. Ik ga ook weer beginnen met livestreams op mijn kanaal. Want ik heb nu iets gekocht, waardoor ik kan livestreamen met mijn Switch en dingen. En het ja, wordt super leuk. Dus zet de notificaties aan voor mijn video's. En dan zie ik jou met je leuke kopje weer later. Ik heb niks meer te zeggen. Doei. Altijd als ik lach, klinkt dat zo nep, die. Ik lach gewoon altijd nep. Ik heb een neppe lach.